First, type your name into the text box. Then, click a button to choose an instant action. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe video op Banjotaal. Mijn naam is Vincent en we gaan kijken naar Sim Theme Park World. Omdat ik het waard ben. Omdat ik het waard ben. U toch ook? Damn, lekkere chocomel. Oh. Wow. Oh shit. Oh, hoe kan ik mijn muis nou weer goed krijgen dan? Deze simulatiegame is een van de eerste games die ik heb gespeeld, namelijk in 1999. Ja. Nou, toen kwam het spel uit, zeg maar. En het is eigenlijk bouw je eigen pretpark. Heel simpel, in het jungle thema dit keer. Nou, ik ga dus even wat bouwen zomaar. Hoppakee. En dit is dan de... Even kijken, de springkussen. Het springkussen. De springkussen. En voordat mensen dus dat kunnen gaan doen, moeten we het park dus openen. Nou, we zeggen natuurlijk toegangsprijs 20 euro, dat is goed. Ja, openen. Kijk, de poorten gaan open. En als het goed is, komen er dadelijk de kindertjes. Ze kunnen met de bus komen, ze kunnen met de boot komen, met het vliegtuig. Ze kunnen zelfs neergestort worden. Ik gebruik ook een burgershop, dat mensen een hamburgertje kunnen halen. Die plaats ik daar zo. En die burgers, die maken we lekker vettig. En met de kwaliteit wordt goed. Met een prijs van ongeveer 45 euro. Ja, mooi starterspakketje. Nou, dan gaan we verder. Dan gaan we nog even een drinkshop. Die hebben we ook nodig voor ons park. Ik zet hem hier lekker neer. Dat als mensen uit de sprinkers komen, dat ze dan lekker kunnen zuipen. Maar wat moeten wij dan ook plaatsen? Wij moeten namelijk een trashcan plaatsen, zodat mensen de afval kunnen weggooien. En natuurlijk ook een... Even kijken, waar staat hij zo snel? Een bathroom. Geloof me, mensen gaan zeiken als er geen bathrooms in de park zijn. En waarom komt er niemand? Daar komt eindelijk een bus. Gaat het gebeuren? Komen hier de benodigde mensen uit? Oh my god, het zijn ze jongens. Jezus. En nog stoppen voor het stoplicht ook. En ze lopen en kijken of ze gaan betalen. En terwijl ze betalen ga ik wat staf aannemen. Dus wat medewerkers. Die moeten natuurlijk het park een beetje onderhouden en zo. Dus ik kies een staffroom. En die staffroom plaats ik daar. Dan kunnen ze uitrusten als het nodig is. En ik ben benieuwd of ze in de attractie gaan. Ik zeg ja, er is maar één attractie, dus ze hebben weinig keus. En deze meneer, die in het blauwe shirt, die gaat zeker aan weten. Ja, die gaat erin jongens. En ze mogen daar voor 40 seconden lang gaan springen. Kijk eens. We gaan nog een attractie bouwen. En dat wordt namelijk de Rocky Races. Een ontzettend stevige aparte achtbaan. Halve achtbaan. Ja, het is gewoon een ding wat rondjes draait. Gewoon een carouselletje. Het is geen achtbaan. Oké, we gaan mensen aannemen. En die mensen kunnen we aannemen als we naar de attracties gaan. En dan klikken op de werknemers. En ik kies Paul Bostock. Dat is een veger. En dan Darren Watson. Dat is een monteur. David Kivlin, dat is een entertainer. Onze Jason Lord is onze bewaker. En de researcher is Dan Riley. En die mag het park de nieuwe attracties gaan researchen. Nou, ik zet de research wat hoger. Toen ik dit spel voor het eerst speelde weer sinds jaren terug, moest ik even weer kijken hoe het precies werkte. Maar als je eenmaal lekker onder de knie hebt, we doen hem eronder. En vrij verslavend. $55 voor een ballon. Nog duurder dan de park zelfs. Maar YOLO, het maakt niet uit. Ze kopen het toch wel. Dan hebben we hier nog een spelletje. Jungle Stray. En Jungle Stray is een spelletje. Je gaat het zo zien wat het inhoudt. Maar je kan dus winnen. De chance of winning doen we lekker naar rechts toe. Het kost $65 om mee te spelen. En je kan $15 winnen. Huppakee. Nou, het is nog niet druk in het park. Maar als het goed is komen er meer bezoekers. Dus dat betekent dat we nog meer attracties moeten gaan bouwen. Nou, ze hebben ook een attractie gemaakt die gebaseerd is op Bardo, dat is mooi. Namelijk de Crazy Ape. Ik trek hier een pad zo. Hoppakee. En geloof het of niet, maar je kan zelfs in de attracties. En je kan nog iets vets. Ik laat het zien. Je kan gewoon in het park lopen met de pijltjes toetsen. Is dit niet fantastisch? Nou, hier zijn de wc'tjes. Ziet er wel leuk uit zo. En dat is de staff room. En waarom loopt die entertainer... Waarom loopt die door de grond heen? Wat? Waarom? Of zit hij op zijn knieën of zo? Oké. Zo, en na een lange tijd kunnen we eindelijk weer een mysterieuze ride gaan bouwen. We hebben één gouden ticket vrijgespeeld. Het duurde eventjes. Daarom heb ik hem ook een stukje geskipt voor jullie. Maar de mystery ride is altijd een attractie
Die mysterie zit, je weet nooit wat het is. En dit... Oh, ik ken hem al. Ik kan hem ook gewoon lekker hier bouwen. Lekker YOLO, gewoon zo, daarnaast. Dit is een rondvaart. Kijk, dit is de vlucht. Je gaat met een vogel over het gebied heen. Nou, dit ziet er echt vet uit. Voor deze tijd vind ik dit echt een prachtig, geweldig, verslavende simulatie. Er zijn er natuurlijk een aantal beperkingen. Je kan niet heel veel doen als je het vergelijkt met Rollercoaster Tycoon bijvoorbeeld. Maar heerlijk. Al deze games, ik kan me zo uitleven. Ik kan zo creatief zijn met zulke spellen. Omdat je juist lekker dingen kan bouwen. Oh, we gaan ook echt gewoon heel de oceaan op ofzo. Het is gewoon de wc-ruimte hier. Huppakee. We kunnen allemaal zeiken. Gewoon het zeikplekje noemen we dit. Vind ik een heel mooi plan. Vind ik een mooie... Ja, vind ik een mooie naam. Het zeikhoekje. Beetje raar dat het zo over het pad gaat. Maar het kan even niet anders. Nou, let op mensen. Hier gaan sowieso heel veel mensen in. Dit is altijd mijn favoriete attractie. Maar ook voor de bezoekers is dit altijd een ontzettend goede attractie. Namelijk de go-karts. En geloof me, deze attractie gaat iedereen naartoe. En als ik zeg iedereen, dan komen er echt heel veel mensen daar naartoe. Ik heb mijn tweede gouden ticket gewonnen. En je kan al voor mij 3 of 4 of 5 gouden tickets zelfs winnen voor je park. En wat zouden wij zijn als wij niet in deze attractie gaan om te kijken hoe die is. Oh, en Johan aan de lijn. Johan gaat keihard. En Christian volgt hem, gevolgd door Andries. Andries staat op kop. Nee, Andries loopt voorop Joris. Joris staat vooraan. Joris neemt de bocht en wil bijna crashen. Hij wil uit de baan. Wat doet Joris nou? Hij peutert in zijn neus. Maar er komt Astries. Astries, kom ook Astries. Waar is Astries? Astries rijdt naar boven. En dan gaat naar de finish. Ja, wie is er? Allemaal vuur en vlammen. Iedereen wordt helemaal gek. Wie gaat er winnen? Wie gaat erin? Ze gaan nog een keer voor een lap. En dames en heren, Andries staat bovenaan. Andries staat helemaal bovenaan. Ze willen doen. Damn, wat een race. En kijk hoeveel geld ik nog over heb. 3000. Ik sta gewoon bijna in de min, jongens. Ongelooflijk. Ik ben gewoon niet goed bezig. Maar ik wil gewoon even keihard de indruk laten zien van deze game. Hoe deze game eruit ziet. Wat deze game inhoudt. En dat jullie hem ook hopelijk tof gaan geven. Geef gewoon een groen duimpje als je hem leuk vond. En tot de volgende video met een nieuwe simulatie game. Doei doei! Bye.